Dames en heren, een stukje filmmuziek. En daarvoor moet u straks uw ogen sluiten, lekker achterover gaan zitten. Het duurt een minuutje of 12 en we nemen u mee naar ongeveer 800. 800 naar Christus en we gaan naar de stad Deventer. Dat was toen nog niet echt een stad, dat was een gehuchtje aan die mooie rivier de IJssel. En de bisschop van Utrecht, die zat een beetje mee in zijn maag, want er zaten nogal heel veel van die heidenen daar zo in Salland. En dat spulletje daar, dat moest bekeerd worden, gechristenerd worden. En hij stuurde Lebuinus daar naartoe. Lebuinus, een monnik uit Engeland, werd daarheen gestuurd. En dat hele verhaal gaan we u meenemen. U hoort in het begin gewoon de IJsselvallei, u hoort de vogeltjes fluiten. En u hoort op een gegeven moment een mooi thema, gespeeld door de horen en later door de trompet van de IJssel. En op een gegeven moment hoort u Lebuinus, hij komt lekker aan en op een gegeven moment begint hij zelfs te zingen. Natuurlijk in het Latijn, want veel andere talen kennen ze niet in die tijd. Ego sum Lebuinus, ik ben Lebuinus. En hij komt God naar Deventer brengen. Dan ziet u, u hoort ondertussen ook nog de saxen op de achtergrond. Niet die saxen, maar de saxen, u weet wel, die heidenen. En dat hele spel, dat komt, op een gegeven moment komt hij daar aan. Hij gaat een kerkje bouwen, dat zult u ook horen. Een soort hamertje tik, is hij lekker aan het fluiten. En hij knutselt zijn kerkje in elkaar. En als het kerkje klaar is, dan hoort u de kerkklokken achterin. Klopt niet helemaal, want die werden pas 500 jaar later uitgevonden, maar dat doet er niet toe. Je hoort die kerkklokken zo, en dan komen die heidenen, die zijn boos, die denken, ja, Lebuinus, dat doen we niet zomaar. En kerkje in de fik, een beetje oorlog, dat hoort u ook allemaal. En dan aan het eind, en dat is wat mooiste ervan, dan besluiten ze toch met z'n allen om waarom leven we niet vreedzaam samen. Nou, hoe actueel, het was 800 na Christus, en nu zijn we zo'n 13 eeuwen later, en we hebben nog steeds stramland op de wereld, en dat is onze boodschap. Aan het eind hoort u al die thema's gevlochten door elkaar, harmonieus met elkaar, en dat is wat we hopen dat we vandaag gaan doen. En misschien de wereld neemt het een beetje over. Lebuinus Extraventria, gaat u lekker onderuit zitten, oogjes dicht, hier komt de filmmuziek.